Thema dat ik heb gevonden op je album, wat nog niet is besproken, ja, wil ik even aan je laten horen. Ik heb even wat aan elkaar zitten plakken. Oh, ik ben benieuwd. Oh, baby, we don't need no. Oh, wacht even, de pitch van dit ding staat aan. Nice. Hoor je dit? Wow, dit is heel bizar. Just a mattress on the floor. Wauw, je zingt er even een stuk lager. Maar goed, het idee is duidelijk. Er zitten twee referenties naar matrassen op je album op de vloer. Dat klopt, ja. Dat heb je goed gehoord. Wat is er de... Nou, ik heb altijd mijn hele leven een beetje een soort van... toen ik naar Berlijn verhuisde, heb ik altijd op een... Ik gaf nooit ergens om. Ik was altijd in de studio of thuis in mijn... Ik had mijn eigen studio gebouwd. Dus dan had ik altijd een soort van matras op de vloer. En dat was altijd mijn bed. En daar was ik eigenlijk wel oké mee. En eigenlijk, nu ik daar aan terugdenk, want ik heb sinds kort een bed in Parijs gekocht. En nu ik daar aan terugdenk, kijk er een beetje terug in een soort van nostalgie. Dat het eigenlijk heel cool was of zo. Ik gaf gewoon geen hele fuck. Ik had alleen maar mijn muziek en dat, zeg maar. Nou, met de release van je album overmorgen, dan ben je natuurlijk nooit meer thuis. Dat dus top. Wij van de gehele redactie van 3 voor 12 hadden gedacht je een cadeau te geven. Nee. Jazeker. Nee. Nou ja, het is één cadeau. Dan komen we nog wat achteraan. Even opschieten, Matthijs. Ja, wacht. Nee, aan Thomas natuurlijk. Okay. Het is toch zijn cadeau? Oh ja. Ja. Okay, deze? Nou, dankjewel. Kijk eens. Een matras. Maar omdat ik heb gezien, afgelopen nacht was er iemand... Want er komt van 2 nummers, voor de goede orde, die nu uit zijn. Heb ik afgelopen nacht gezien op Instagram dat er een andere joker ook al had gevonden. Wow, dat. Dankjewel. Dus toen dacht ik, we gaan een stapje verder. We hebben ook een dekbed. En een pomp erbij. Oh jeetje, nou ik ben er ontzettend blij mee. Dus die ga ik nu overal meenemen. Nou, hier schrijf ik mijn volgende nummer over dan, ja? Everything that I adore, an inflation pump.